Tweede week april. Tijd om aardappelen te zaaien. Derde week mei, als de kans op nachtvorst over is, wil ik graag mooie plantjes hebben om buiten uit te planten. Vorig jaar had ik mijn kiemkast in de kast staan. Maar omdat het in de foliekast warmer is, zaai ik daar nu. Maar de kast past niet vanwege de hoogte en met enige aanpassingen gaat het zo ook. Het belangrijkste veredelingsdoel bij mij is Phytophthora-resistentie. Daar zaai ik ongeveer 4000 zaden van uit. Ongeveer de helft daarvan komt van bio-impuls. Een gezamenlijk project om resten te veredelen voor de biologische teelt. Maar misschien nog wel belangrijker om de gangbare teelt te verbeteren. Daarnaast zaai ik ongeveer een derde uit met de mogelijke resistenties tegen cistaaltjes in combinatie met friet. En nog een beetje met het kweekdoel zeer donkergele vleeskleur. Dit vanwege de aantrekkelijke kleur en de gezonde inhoudstoffen. Van de bio-impulszaden heb ik meestal 100 zaden per kruising om spreiding te krijgen. Van eigen kruisingen zaai ik soms wel 400 zaden. Niet al te veel grond erover. De aardappel is een lichtkiemer. Dan zet ik ze in een bak met water, zodat ze ondervandaan ook vochtig worden. Zo staan ze mooi en kan de warmte overal goed bijkomen. Zodra de zon erbij komt, warmt het lekker op. En kan het 's nachts eventueel bijverwarmen en afsluiten. Bedankt voor het kijken.